Dus die paardenloel, die heeft dat weer lekker voor elkaar. Hey, superleuk dat je kijkt naar een splinternieuwe video. Mijn naam is Leroy en we rijden vandaag in omgeving Moeskroen en we gaan nog even naar Tournai. Het is een ritje voor één dag, maar ze hadden de planning al gezegd van kijk even hoe ver je komt. Dus misschien ga ik het niet helemaal halen of misschien wel. Dan is het de overweging of ik neem wat mee terug of ik blijf in de auto slapen. Dat moeten we eventjes zien. Het is vandaag de eerste keer dat ik met de GoPro film. Die heb ik al een tijdje in huis, maar die, ik gebruik hem nu deze video voor het eerst. Ook voor het eerst dat ik film met de nieuwe auto. Nou, we gaan vandaag een paar adressen lossen en ik neem jullie gewoon eventjes mee, zodat jullie weer kunnen zien wat we vandaag gaan uitvreten. Nou, we rijden hier het terrein op. Ik heb het net gevraagd bij een ander stukje, zeg maar, van dit bedrijf waar we moesten lossen. En hij zei bij Poort C. Dus we gaan eens eventjes kijken of ik mij hier kan melden. Om te vragen of ze het hier willen hebben. Nou, ik denk dat ik in dit gebouw wel ergens naar binnen kan. Het zal haast wel. Er zit al iets van een belletje of daar. Dus we gaan eens even binnen kijken of we hier goed zitten. Nou, kijk eens jongens, staan voor het dok. Prachtig. En we kunnen daar ergens naar binnen. Nou, daar staan ze. Als je in de trailer kijkt, dan zou je denken dat we niet meer zoveel klanten hebben, maar we hebben er toch nog een stuk of 7. Dus. We hebben 2 palletjes weer gelost. Ik moet even de luchtvering weer in de rijstand zetten. En natuurlijk even de deuren dicht, dus laten we dat gaan doen. Kijk, die luchtvering, dat is voor de trailer heel makkelijk. Er zit hier zo zit gewoon een hendel. En die trek je naar het midden en dan hoor je hem sissen. Nou, die deuren die gaan we even dichtgooien. Dat als je die deuren dicht doet, moet je altijd even kijken, ook daarboven en onder, of die goed sluit. Het wil wel eens voorkomen namelijk dat die net niet goed sluit en dan vliegt die onderweg open. Dat hebben meer chauffeurs en ik zelf ook al een paar keer gehad. En eigenlijk wil je dat niet meemaken. Want ja, als je nou net een keer op het verkeerde moment losschiet, dan ben je klaar voor vandaag. Dus we gaan naar nummer 3. Thank you.
Zo, even lekker bammetje eten. Ik vind dat raar, want mijn gewone navigatie, die pakt hem niet op een of andere manier. Of nou ja, hij pakt hem niet op, zover komt hij nog ineens. Hij zegt dat hij de route niet kan berekenen. Maar ja, misschien omdat we echt heel dicht bij Frankrijk zitten of zo, dat hij daarvoor niet doet, ik weet het niet. Of hij kent dit gebied niet, want volgens mij is het wel een vrij nieuw industrieterrein, zo lijkt het. Maar ja, hij pakt hem vast een keer op, denk ik. Gat in mijn lip, zag je het? Transport, ook een Bulgaar of een platkop, die zijn er ook al aan begonnen. Het is vandaag de dag van de opname, is het de dag van de chauffeurs. En vanmorgen was ik al heel vroeg op de zaak, want ik wil eigenlijk natuurlijk vanavond gewoon thuiskomen met die 9 of 10 adressen. Ik was al heel vroeg op de zaak, al om 4:30 of zo. En toen waren ze al druk bezig om chauffeurs te voorzien van een broodje ei, kip of gezond, als ik het goed zeg. En ik kreeg een, het ligt hier op mijn bed, een tasje aangereikt met een lunchie erin. Wat lekker naaien en wat dingetjes. Dus op zich waren ze daar al vroeg bij. En vanmiddag hebben ze op de zaak ook ettensoep en oliebollen. Nou ben ik zelf niet zo gek van ettensoep. Tenminste, ja, ik ben er niet zo gek van. Maar die oliebollen zijn natuurlijk altijd wel lekker. Dus ik probeer eigenlijk wel vandaag thuis te komen. Maar dat doen ze alleen tussen 2 en 7. En dat ga ik denk ik niet helemaal halen. Ja, dat mag de pret ook niet drukken. Ik heb in de koelkast hier zo, dat hebben jullie denk ik ook nog niet gezien. De koelkast heb ik lekker een bak macaroni bij me. Dus die gooi ik lekker in de magnetron zo. Gewoon zo plat de hand, rap zo erin. En dan ga ik dat lekker opeten als ik het niet ga redden. Ik had natuurlijk zelf al bedacht dat ik misschien in de auto moest gaan slapen. Dus ik had er al op voorbereid dat ik eten mee zou nemen. Dus daar heb ik wel goed over nagedacht. Je hebt het gehoord, bestemming bereikt, 500 meter. Volgens mij ben ik in het verleden hier wel eens geweest. Ja. Dus ik weet dat ik hier erop kan rijden. Nou ja, als je dit ziet, dan weten jullie dat trouwens ook. Het is hier heel ruim. Kijk, daar staat leveringen, livraisons. Dus daar rij je dan naartoe. En dan kan je dus, als je wil, hier ook rondtrekken. Kijk eens even wat een ruimte. En dan ga je zo voor dat deurtje, dan kun je die pallets eruit halen. Volgens mij kan je ze hier op de rand zetten en dan komt hij met de heftruck hem eruit halen.
Volgens mij heeft hij dat de vorige keer ook zo gedaan, maar het is eigenlijk al even geleden dat ik hier geweest ben. Het duurt hier ook behoorlijk lang, moet ik zeggen. Hebben voor mij €2 terug. Heb je voor mij 2 pelletjes terug? Nou, zoals ik zei, hè, we hebben nu een extra, die heeft pauze van 11 tot 2. Dus het heeft niet zoveel zin om daar om 11:40 naartoe te rijden. Dus wat gaan we doen? We gaan naar het tuincentrum in Tournai. Dan gaan we naar de Hubo in Tournai. En daarna heb ik weer een extra, maar die heeft ook pauze van 11:30 tot 2. Dus daarna gaan we terug naar die extra die ik eigenlijk nu had moeten lossen. En dan gaan we die andere extra doen. En dan hebben we er nog 2 in de buurt van, of nou ja, eentje in Purewels en die andere in Basselet. Nou, en dat is het eigenlijk. Maar ja, ik denk als we die 2 gaan doen, die tuincentrum en die Hubo, dan is het waarschijnlijk nog lang geen 2 uur. Dus dan ga ik het bij die extra maar gewoon proberen. En anders moeten we daar voor de deur gewoon wachten. Het is niet anders. Ik krijg van de jongen waar we net gelost hebben, krijg ik mijn
mappie terug. Ik heb altijd zo'n mappie met een clip voor die papieren. Maar volgens mij is hij met zijn heftruck of zo eroverheen gereden. Of weet ik veel wat hij gedaan heeft. Want hij is helemaal verbogen. En daar ben ik niet zo blij mee. Want nu krijg ik die clip dus niet heel moeilijk open. Dus die paardenloel, die heeft dat weer lekker voor elkaar. Ik weet niet wat hij precies ermee gedaan heeft. Kijk, normaal trek je hem altijd zo open, maar dat gaat nu dus niet meer. Jopt voor jouw mat. Dan moet ik hem eerst helemaal... Nou, ik flikker hem zo wel weg. Wat denk je daarvan? Een paardenlul, joh. Godverdomme. Oké, jongens, we gaan naar het tuincentrum in Toenai. Ik ga jullie daar weer zien. Zo, we zijn aangekomen bij het tuincentrum. We nemen de handschoenen mee. Doen we even de deurtjes open. En dan gaan we daar zo het dak in. Uur 33 kom je aan. Pauze 12:30, 13:30. Nou, dan kom je dan aan om 12:33, 3 minuutjes te laat. Ze doen gelijk de deur niet meer open, dus we moeten maar even een uurtje wachten hier. Nou, het tuincentrum is gelost. We staan nu bij de Hubo. Dan gaan we dit kleine pelletje lossen. Dus ik heb hem een klein beetje langs de weg neergezet. Ja, dat kan je wel even zien, denk ik. Kijk, normaal zijn de mensen die steken hem daar achteruit erin. Dat heb ik een paar keer geprobeerd, maar dat lukte niet. Dus ik heb hem hier neergezet. We gaan dat pelletje pakken en dan rijden we hem zo daar naar de deur toe. Thank you.
pakken voor de volgende is, als ik het kan zien, dat zal deze wel zijn. Nou, dan kijk ik straks wel. Nou, we zijn aangekomen bij de Hubo. Ik ben hier al een paar keer geweest, dus ik wist waar we moesten lossen. Nou, daar, ja, je ziet het niet. Dan heb je een heel groot parkeerterrein. Kan je hem rondgooien, steek je achteruit hier naartoe. Dus we gaan even de deurtjes openmaken. Bonjour. Pak het, ja. Pak papieren, ja. Superleuk dat jullie hebben gekeken naar deze video. Hij is misschien iets korter en iets anders, omdat ik alles met de GoPro heb gefilmd. Ik hoop daardoor niet minder leuk. Vond je dit een leuke video? Doe dan even die duimpjes omhoog. Ben je nieuw hier? Dan zou ik het waarderen als je even op abonneren drukt. En ik hoop jullie terug te zien bij de volgende video. Dankjewel voor het kijken.